Op naar de leider dan in de damesliga, waar Asterix AVO gastheer was voor Modal Charleroi Volley. Een niet te onderschatte tegenstrever die mocht afzakken naar de schitterende Meerminnen Arena voor hun tweede wedstrijd. De eerste won de Charleroi, 2-3 op Michelbeke, waar de thuisploeg op speeldag 1 met 3-0 won van Charleroi Volley, maar op speeldag 2 verrassend verloor van VDK Gent. 2-3. Het zou en het mocht dan ook niet fout gaan op speeldag 3 voor de thuisploeg. En zo zien we hen verschroeiend van start gaan, zodat Charleroi meteen achter de feiten moet aanhollen. We gaan naar een 12-7. Asterix is niet van plan van een set prijs te geven op deze speeldag en duwt stevig door, zodat het bezinnen is voor de Waalse vrienden. Setwinst voor de thuisploeg met 25-11, sprekende cijfers. Ook in de tweede set is het de thuisploeg dat de wedstrijd in handen neemt zonder afbreuk te doen aan het spel van Charleroi. Want de punten krijgt de thuisploeg niet zomaar. Werken voor elk punt of wat dacht u van de 9-5? Zoals elders in het volleybal ontkomen beide teams ook niet aan de maatregelen die getroffen zijn door de federatie om op veilige manier de competitie te laten doorgaan. Ja, er is al veel over gezegd geweest. Hè. Het is in twee snelheden. Wij zijn heel blij dat wij kunnen spelen. We zijn heel blij met de inspanningen van bestuur en van de federatie. Ik denk dat het voor ons is het sowieso heel belangrijk om te blijven volleyballen. Er zijn ook heel veel kijkers op onze livestreams en op alle reportages zoals bij jullie. Dus ik denk dat dat voor het Belgisch volleybal heel belangrijk is dat wij op de kaart blijven staan. Dat we het ook veilig doen. Hè. We hebben allemaal sneltesten elke week, 2 keer per week. Dus we zijn heel blij dat we kunnen spelen en wij hopen dat de competitie ook op deze manier kan afgerond worden met allemaal gezonde spelers. Ja, een beetje van alles. Hè. Zoals de mondmasker, testen 2 maal per week, de sneltest om te zien of dat niemand positief is. Ballen ontsmetten, niet te dicht van elkaar. Het is raar, maar voorlopig lukt het wel. Ja, elke dinsdag is het en elke vrijdag worden we nu getest. Dat is heel even wennen in het begin, maar als je daardoor kunt doorspelen, dan is dat echt wel... Ik vind het een beetje een privilege dat we kunnen doorspelen en ja, dat is echt heel leuk dat wij daar gebruik van kunnen maken. Charleroi kan dan nog in deze tweede set op 2 punten komen, de 10-8, maar tegen dit Asterix is weinig te beginnen en zo nemen ze langzaam, maar zeker afstand van de bezoekers. Het wordt 2-0, na setwinst van 25-16. In het begin van de derde set komt Charleroi op 2-3. Dat is dan wel de eerste en de laatste maal dat de bezoekers op voorsprong staan. Want nadien is het de thuisploeg die wederom de bovenhand neemt en niets aan het toeval overlaat. We gaan naar een 17-11. Zes punten achter tegen dit Asterix AVO is te veel van het goede. En ze pakt de thuisploeg op de derde speeldag met een 3-0 uit. Na setwinst van 25-17 en staat het nu met 7 punten aan de kop van het algemeen klassement. Asterix a déjà 4 matchs, d'accord. Et nous avons que 1 match, mais nous avons pas de rythme, ça c'est déjà clair. Ils sont beaucoup plus stables dans la défense. Ils ont pris beaucoup de défense, beaucoup travaillé en défense. Et mon équipe n'a vraiment pas bien travaillé au niveau du bloc défense. Effectivement, 3-0, c'est trop vite pour moi. Maintenant, ok, on sait que toutes les équipes ici vont avoir très difficile. Mais maintenant, le 5 décembre, c'est à la maison. Et ça, pour moi, c'est un autre match.